A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death. Of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ja, hoe is het nieuws bij jullie binnengekomen vandaag? Ja, zoals bij deze meneer, die erop getraind is om dat zo onbewogen mogelijk te vertellen, maar die het toch wel heel erg moeilijk mee heeft. Ze... En ja, dat is het ook natuurlijk. En het zat er wel aan te komen vandaag, want het feit dat de artsen zich zorgen maakten, maar dat ze niet naar een ziekenhuis werd gebracht, dat gaf toch wel aan dat er eigenlijk geen hoop meer was dat ze ook dit weer te boven zou komen. Dus uh, ja, dit was de dag waarop Charles koning zou worden. Dat moet het langzaam in de loop van de dag duidelijk zijn geworden. En meteen ja. nadat deze meneer was uitgesproken... klonk het volkslied met die prachtige foto's ja. van uh, Prachtig de queen. De Door de jaren heen. En ik kreeg daar echt wel kippenvel oh. van. Ja. Het is toch een moment, jongens. We, we ja. wisten allemaal dat het uh, moment uh, dichterbij kwam. Ja. Maar nog niet dat het zo dichtbij was. Want toen vanmiddag rond 12 uur Buckingham Palace met het statement kwam. De dokters zijn heel erg maken zich bezorgd over haar gezondheid. Zo specifiek, als het zo specifiek wordt geformuleerd, dat is eigenlijk niet de manier hoe Buckingham Palace naar buiten treedt. Dus dan weet je dat het serieus is. En toen natuurlijk het feit dat we hoorden, familieleden zijn onderweg. Ja. Ze lieten al het werk uit hun handen vallen. Dan weet je gewoon. Maar dat het Maar wonderlijk ook, dat we dat dinsdag nog gezien hebben. Dat de ja. 15e premier installeert. En toen vielen mensen over die blauwe handen. Nou ja, daar kun je heel erg oud mee worden. Dat was al gebleken. Ja. Maar ja, dat het toch gisteren die agenda werd schoongemaakt. Ja. En... Maar ze zag er wel heel broos uit. Ja, en en het ook... verhaal gaat dat ze gevallen is. Hè? Er is nog geen. Ja, nee, van, er zijn verschillende geen bevestiging bronnen bevestiging die, die zeggen nee, maar dat maar het komt dat. Omdat, dat komt naar aanleiding van de blauwe plekken die ze op haar handen zagen. Maar dat kan van alles zijn. Het kan ook een infuus zijn geweest natuurlijk. Waardoor je blauwe plekken krijgt. En het was vooral. Um, ja, toen je haar zo zag op die foto bij de beëdiging van de 15e premier Liz Truss, toen zag ze er zo broos uit. En dat raakte mij toen al. Toen dacht ik: wauw, ze is nu echt, echt oud aan het worden. Ja. En uh, ja, het. En dat ze niet meer de officiële kleding had aangetrokken. Dat ze gewoon eigenlijk in haar comfortabele kleding die beëdiging deed. Dat zei ja, toch ook wel wat. Jij was ook echt tekenend. Hoe heb jij het uh, vandaag ervaren? Uh, nou ja, toevallig, gisteren was het natuurlijk, hè, zoals jij al zei, haar agenda leeg uh, geveegd. En toen dacht ik vanochtend eigenlijk al. Toen appte ik heel vroeg van: moeten we het niet over haar hebben? Nou, en toen een paar uur later kwam dus dat officiële bericht. En wat ik eigenlijk best wel snel dacht was. Of een van mijn eerste gedachten was wat fijn dat Harry in het land is en dat hij dus zo dichtbij is en misschien dus nog op tijd kan zijn om erbij te zijn. Nu weten we inmiddels dat dat waarschijnlijk niet zo is, nee. maar dat had toch nog wel mooi geweest ja. dat dat nog een laatste keer Maar dat geldt keer... voor meer familieleden dat die er niet bij waren. Ja, Want, zeker. Dat ja, heeft toch allemaal nog kennelijk wel overvallen de snelheid waarmee het uh, gegaan is.